Voert de LBC en VK actie vandaag? Ja, wij voeren actie in eerste instantie tegen de wet Peters, omdat die de flexibiliteit vooral gemeent zonder overleg. Wij verzetten ons daartegen, dat is één. Twee, we willen aan de regeringen, de Vlaamse en de federale regering, in alle duidelijkheid laten weten dat bij het volgende begrotingsconclaaf ze de werknemersgroep mogen overslaan en dat wij dringend willen dat men de lasten verdeelt over alle categorieën van de bevolking. Werken tot 67! We zijn vandaag met de non-profit op de betoging omdat het plan Peters een zeer slecht plan is. Niet alleen voor de non-profit, maar zeker ook in de non-profit. Want wij willen niet nog flexibeler moeten werken. En het plan, hij moet het ook niet verbergen, het plan zal leiden tot meer flexibiliteit en tot meer werkdruk en tot een moeilijkere combinatie met uw privéleven. En het non-profit plan zegt het tegenovergestelde. Minder werkdruk, betere combinatie met uw privéleven en een geregelde flexibiliteit in sociaal overleg, want ook het sociaal overleg over de arbeidsorganisatie wordt onderuit gehaald. Met Peters nooit, never, jamais! Met Peters nooit, never, jamais! Tevreden van de actie vandaag? We zijn heel tevreden van de actie vandaag en op de heel korte termijn waarop wij gemobiliseerd hebben, toch een kleine 100.000 denk ik, schat ik, die er zullen zijn. Dat is dus fantastisch. Maar ik wil er ook nog wel even aan toevoegen, het is ook een absolute waarschuwing naar de werkgevers die uit hun luie stoel moeten komen en die elk overleg op dit moment onmogelijk maken. We gaan in het najaar aan tafel voor sectoronderhandelingen en interprofessionele besprekingen. Als zij in het comfort blijven van wij moeten niks doen, want we krijgen van deze regering gedaan wat we willen, dan gaan er nog acties volgen. En de hete herfst die we aankondigen, die is vooral ook naar de werkgevers gericht. Zij hebben de cadeaus ontvangen, ze hebben er nog niks mee gedaan. Ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen in het sociaal overleg, door het sociaal overleg ernstig te maken, wat ze voorlopig niet doen.